Wat de media u niet tonen over de 30 mei-demonstratie in Den Haag. Ik ben Ab Gieterink en mijn gast vandaag is Martijn Koops. Martijn Koops is in het democircuit bekend als Tinus. Hij is de initiatiefnemer en de leidende organisatie achter de demonstratie tegen de coronamaatregelen op zaterdag 30 mei in Den Haag. En hij vertelt hier in detail over de vergunningenstrijd met de gemeente Den Haag en de organisatie van de demonstratie met maximaal 30 demonstranten tegenover 600 ME'ers. U ziet wat originele beelden over het verloop en tenslotte de arrestatie van die 37 vreedzame demonstranten. Het gedetailleerde verhaal uit het hart van de vrijheidsdemonstratie tegen de coronamaatregelen. Het verhaal dat u van de grote media niet hoort. Zij praten wel over hen, maar zij weigeren de demonstranten zelf het woord te geven. En daarom doet Weltschmerz dat. Goed, welkom Martijn. Ja, hoi, goeiedag al. Wie ben je? Ja, ik ben Tinus Koops, althans aka Martijn Koops. Ik probeer door middel van mensen op te roepen te staan voor onze burgerrechten die en grondwettelijk gewoon echt gewoon de tent uitgevlogen zijn, proberen we voor te gaan staan. Ja. Hoe moeilijk dat ook ons gemaakt wordt, we doen wel ons best en dat is 30 mei toch wel behoorlijk gelukt. Ja, en even kort, want je hebt ook een baan, begrijp ik, of je had een baan. En je bent nu in een nieuw sollicitatieproces. Ik heb vandaag 2 sollicitaties gehad, maar ik werk normaal op de heftruck, ladingen wegrijden en zorgen dat mensen hun spullen hebben. Ja. Erg leuk werk. Maar ook helaas door corona, waar ik werkte, is dat helaas helemaal afgeschaald. Ja. En daardoor heb ik ook op dit moment gewoon geen werk. Ik zit ook met een WW'tje thuis te wachten totdat ik eindelijk weer eens een keer echt wat kan gaan doen. Ja. De organisatie die dit heeft georganiseerd, die demonstratie. Jij bent de leidende figuur, maar er zit ook een organisatie achter. Ja, we hebben een aantal mensen in het ordeploeg. Maar we hebben mijn vriendin, mezelf en nog 3 anderen die mij behoorlijk geassisteerd hebben met het opzetten van deze demonstratie, inderdaad. Daarnaast, hoe heet die demonstratie? Hoe heet die groep? Nederland in Opstand op Facebook en op Twitter en ook op Insta. Ja. En deze mensen die hebben mij ook echt geholpen met de weg vinden naar het gerecht. Om de beperking die de heer Remkes ons had opgelegd, om die eraf te krijgen en daarvoor te gaan knokken. Even voor mijn begrip, hoe groot zijn die Facebookgroepen die rond jullie hangen? Nederland in Opstand is nu, zijn we net 6000 mensen voorbij. Ja. En dat zijn ook echt is een groep die verbonden is met elkaar en echt veel ook met elkaar reageert. Daarnaast hebben we een groep van 2000 mensen. En daarnaast hebben we nog een actiegroep op Telegram met 400 man. Oké. Okay. Dat eerste contact met de gemeente Den Haag, want daar ging je de vergunning aanvragen. Hoe ging dat in zijn werk? Ja, ik heb al eerder demo's georganiseerd, dus het contact met de desbetreffende persoon was op zich best snel verlegd en in het begin ook best wel goed. Al een hele poos terug hebben we eigenlijk al de demo aangemeld bij gemeente Den Haag. Ja, toen kwam corona en toen hoorden we eigenlijk nog steeds niet zo heel erg veel van ze. Tot eigenlijk de laatste 3 weken en daarin begonnen ze moeilijk te doen. Niks kon, werd niet teruggebeld, werd moeilijk gedaan. Uiteindelijk ben ik maar gaan bellen en ben ik maar achteraan gegaan. En heb ik alles aangemeld wat er nog voor de rest bij zat. Hè? Podium en al dat soort dingen en wat we gingen doen en de intenties. En we hadden eigenlijk nog niks gehoord toen ze in één keer opbelden met van ja joh, je krijgt een beperking van 30 personen. En alles wat daarbij omheen komt, of het nou omstander is, sympathisant is, of blijkbaar, dat hebben we dan zaterdag meegemaakt, zelfs mensen die er gewoon liepen, hè, die gewoon uit het station kwamen of naar het station liepen, werden gewoon meegeveegd en aangehouden. Ja, maar even terug naar dat proces van die gemeente. Met de persoon en de namen erbij. Je komt in contact met een gemeenteambtenaar die over die vergunning gaat. Die belde jou op, die zegt, sorry, er is een maximum van 30.
Ja, de heer Rombouts Alkmaar belde inderdaad op met de mededeling. We gaan een beperking doorvoeren. En alles wat er omheen of bij komt, dat wordt gewoon weggeveegd. In ieder geval, het is niet de bedoeling dat daar duizenden of honderden mensen gaan staan. Nee. Toen hebben wij de volgende actie op touw gezet. Toen zijn we gaan vragen voor donaties. Om in ieder geval een kans te maken om een kort geding aan te spannen. Dus we hebben bezwaar ingediend. Die donaties die leverden wat op? Hoeveel? We hebben in totaal 3530 euro totaal is er binnengekomen. Ja. En, maar weet je, als je zoiets wil doen, dan zul je toch een beschikking moeten hebben van het feit dat de gemeente die beperkingen oplegt. Ja. En die kreeg ik dus maar niet. Dus op een gegeven moment weer bellen. En nou ja, mailtjes sturen en weer niks. Dus heel concreet, ze gaven je geen beschikking waardoor je ook niet in beroep kon, bedoel je? Juist. En op een gegeven moment was ik dat dus zat. En toen heb ik op Facebook een evenement aangemaakt met de mededeling dat ik naar Den Haag, naar het stadhuis zou komen. Met de mededeling dat ik dat ding wilde hebben en dat er ook mensen onderweg waren. Ja. Toen zijn we naar Den Haag gegaan en in Den Haag aangekomen, serieus hè, ik had om 3 uur zeg maar die afspraak. Ja. En om 3:10 kwam er bij mij om 14:48 kwam die mail binnen van gemeente Den Haag met de mededeling, hier heb je beschikking. Ja, sorry, dan ben ik toch alsnog naar binnen gegaan en heb me afgedwongen dat u me is komen brengen. Vervolgens zijn we direct in verzet gegaan, of althans is het bezwaar geschreven, ja. Door de heer Verwij, dat is een best goede advocaat vanuit Den Haag. Ja. Die man die heb goed werk gedaan. Die heeft de argumentatie aangebracht dat wij wel met duizenden mensen op stranden mogen liggen en in parken met honderden mogen rondlopen. Maar het grondrecht wat wij hebben als zijnde demonstranten, dat mag met 30 personen zodanig worden ingeperkt. Dat het dus eigenlijk gewoon geen demonstratie is. Dat is gewoon niets. Dat is het afknijpen van een burgerrecht, van een grondrecht. Ja. Ja. Nou, heb ik even, Martijn, je weet dat ik met de burgemeester Remkes ook hierover heb gesproken. Ja. Ik heb een uur met hem gesproken in een poging om dit soort demonstraties beter mogelijk te maken. En hij zei dat jullie, er werd overigens geen naam genoemd wie dat dan was, maar dat jullie 100 aanvragen hadden gedaan in reactie op de 30 demonstrantennorm. Klopt dat of ja, niet? Ja, nee. Op het moment dat ik inderdaad te horen kreeg aan de telefoon dat ik inderdaad niet meer dan 30 mensen kon hebben, toen ging mijn rekenbovenkamer, die grijze massa daar, die schoot gelijk aan. En het was van, oké, nou weet je, hier heb je 50 demo's op Koekkamp van 30. En hier heb je de 50 op Malieveld van 30. Maar helaas is daar zelfs in besloten dat hij ze verboden heeft. En verbieden van een grondrecht, dat is toch wel echt een dingetje hoor. Dat, ja. Maar even terug naar het proces. Er is een proces gevoerd. En ben je voor de rechter geweest of is dat achtergesloten? Nee, wij mochten niet zelf voor de rechter komen met de vorm van de coronamaatregelen. Dus ze hebben helaas met videobellen hebben ze een uitspraak gedaan om 3:00 middags op vrijdag. Dat inderdaad de beperkingen erop blijven en dat ik ernaar kon fluiten. En het was eigenlijk minder dan een dag voor de demonstratie zelf. Hè? Ja, zeker. En de volgende dag om 10:00 zou de demonstratie zijn. Ja. Ja, oké. Okay. En toen zat je dus met het probleem dat er 30 mensen gelimiteerd waren, waarvan duidelijk was dat er honderden of misschien zelfs wel duizenden zouden komen. Ja. Ja, dat was een hele interessante. En wij zijn wel heel lief trouwens. Wij hebben vanuit de demonstranten overnachting gekregen aangeboden in een hotel. Ja. Op een andere naam. Omdat we ook enigszins bang waren dat ik aangehouden zou worden voor de demo. Zodat ze de angel uit het vuur zouden pakken. Ja. Dus we hebben op een andere naam onder in een hotel gezeten en 's ochtends gingen we opbouwen.
En ja, weet je, ik ben om 10 uur begonnen op, en eigenlijk had ik een audiëntie met ons grote blauwe vrienden. Want er stond daar echt een absorbitante hoeveelheid ME. Ja. Dat is gewoon belastinggeld verkwist, hè? Dat ten eerste. Maar, hoeveel schat jij dat er aan ME en aan paarden? En op dat moment? Ja. Zeker 250, 300 man ME, politie. Ja. Ja, er stonden maar... toen echt al heel veel busjes en ja. Camerabussen, video-auto's. Dat is in de loop van de dag is dat nog verder opgeschaald, begrijp ik. Ja, zeker, zeker. Want we waren op een gegeven moment zaten echt op... iemand heeft het geteld van hoeveel bussen er ingezet zijn op dat stukje dat ze zeg maar naar achteren zijn gedreven naar het... hoe heet het nou? Naar het station. Ja. En... even kijken, die had 41 bussen geteld. En dat betekent ongeveer? 41 keer 7. Okay. Dus dat is gewoon 300. Debiel veel gewoon ja, al om ja. daar neer te zetten. Ik bedoel, wat denk je ermee te bereiken? Ten eerste, op het moment dat je zo gaat staan, lok je al bijna iets uit. Ja. Want je gaat mensen agiteren, je gaat mensen van... Yo, ik sta hier vrij te demonstreren. Waarom moet er op zo'n ongelofelijke manier beperkt worden? Ja. Want ze begonnen ook al te drukken toen het nog niet eens heel erg druk was met mensen. Ja. Nou heb ik het gevoel, Martijn, dat er eigenlijk een tweesporenbeleid is gevoerd. Enerzijds, waar ik ook bij de burgemeester zelf om gevraagd heb, van kun je dat nou niet afdoen met de platte pet? He, gewoon wat... En dat politieleger buiten boord houden. En jij zegt, ja, die platte pet was er. En dat ging ook eigenlijk vrij goed. Dat was heel netjes. Die mensen hebben we zelfs in de groep openbaar bedankt. Van, joh, moet je luisteren. Jullie hebben echt wel... ze vonden ook wat er gebeurde. Die agenten, dat staat ook ergens nog op camera zelfs. Dat zijn we aan het zoeken. Ja. Dat ze gezegd hebben dat ze het geweld... of de hoeveelheid ME... echt gewoon overdreven vonden en dat het gewoon een kansloos beleid was. Dat heeft een agent zelf gezegd. Ja, oké, okay, luister. Om 10 uur kwam je aan, toen stonden al die ME'ers er. Schets eens even wat er die dag gebeurde. Nou ja, we zijn gaan opbouwen om 9 uur en om 10 uur zijn we gestart. En toen waren er ongeveer, denk ik, zo'n 60 mensen al. En daar heb ik een vak aangelegd, een groot vak, waar mensen, zeg maar, de 30 mensen in konden staan. En een toespraak gehouden. En eigenlijk direct werden er al busjes het koekamp opgereden aan de zijkant en aan de voorkant. Ja, toen begon het heel langzaam drukker te worden. En het contact wat ik heb met Joost Valk van politie eenheid Haaglanden, dat was heel open en heel direct. Ik moet zeggen dat ik met die man een hele, hele fijne... ja, zover het met een politieagent fijn kan zijn. Maar een goede samenwerking had. En die man die belde ook keurig netjes als de knelpunten waren. Op momenten dat het te druk werd of te dicht op elkaar... belde die ook gewoon keurig netjes van... joh, het moet uit elkaar, het moet breder, het moet wijder. Maar ja, als je zegt dat het breder en wijder moet... dan moet je daar dan ook de kans voor geven. En als jij dan de achterkant van Koekamp afsluit richting het Malieveld... en van mij verwacht dat ik dat op een of andere manier ga opvangen... Ja, dit was al vooropgezet dat ze gingen ruimen. De bussen stonden namelijk al om 9 uur klaar achterop het Malieveld. En dan heb ik het niet over ME-busjes, hè. Dan heb ik het over de ATM-bussen waar we de vorige keer in getrapt zijn. Die stonden al klaar achter bij het Malieveld, 5 stuks. Ja. Dus dat is dan al 1. Ik bedoel, de arrestatiebussen die waren van tevoren klaargezet omdat men ervan uitging en eigenlijk het zo wilde laten eindigen met een collectieve arrestatie van een aantal mensen. Ja, ja? Nou, die stonden al klaar achter op Malieveld aan de linkerkant. En er werd zo opgeschaald met ME toen het inderdaad wat drukker werd. Ik denk dat het bij ongeveer 160, 180 man begonnen ze ook met busjes aan de voorkant neer te zetten. En nog verder naar binnen te drukken. En rond 11:30, nee, moet ik het goed zeggen, rond 11:50 zijn de andere demo's ontbonden. Die op 18:13 en op... of 13-18, of op plein 13-18, en op Schelpenpad, die hebben ze ook ontbonden.
Dat is allemaal vrij rustig gegaan. Maar ja, daarmee werd het bij mij natuurlijk sterftesdruk in één keer. Want dat liep leeg op mij. Dus hadden ze een kans om ook bij mij te gaan vegen. Ik heb daarop geageerd door gewoon de linie in te stappen. En de mensen die daar stonden, enigszins proberen rustig te houden en weg te krijgen. De groep die ze in eerste instantie van het koekamp afhaalden was zo'n 400 man. En de rest dat stond achter op de koekamplaan. Dus dat is dat weggetje wat aan de zijkant loopt naar achteren naar het Malieveld, zeg maar. Ja. Daar stonden ook 430, 480 mensen. En dat hebben ze naar de zijkant weg laten lopen eigenlijk, af laten trainen, zeg maar. Ja. En hetgene wat daarvoor stond is redelijk uit elkaar gegaan. En een groep van 37 man is ook werkelijk gearresteerd, waarvan drie harde arrestaties. Voordat we daar komen, gebeurden er een aantal andere dingen. Onder andere begrijp ik dat hoeveel mensen hebben er gesproken en jij zelf hebt nog een aanzoek ergens gedaan. Misschien moet je daar nog even iets over vertellen. Ja, die mooie vrouw van me, die moest ik maar eens termijnen maken. Dus als je dan voor een 1000 man staat, dan is het een leuke actie om eens gewoon hoi te zeggen en die schoonheid gewoon te vragen. Ja. En ik kreeg een ja-woord. Dus, goed, gefeliciteerd. En er zijn meer mensen die gesproken hebben. Ja, we hebben 6 mensen gesproken. Pas even op voor je hand. We zien je hand. Oh, excuus. Ja, stom. We hebben 6 mensen gehad die gesproken hebben en we hadden er 11 ingepland. Dus helaas is de rest heeft niet kunnen spreken vanwege het feit dat er toch wel echt behoorlijk geweld plaatsvond. En dan niet geweld op de vorm van ik sla je in elkaar, maar gewoon intimidatie op een manier naar burgers dat men gewoon straks bang is om te gaan protesteren. En dat geintje hebben ze weer geflikt, want het is gewoon een kunstje bij Haaglanders. Ze doen iedere keer hetzelfde. Ja. En er zei iets, jij vertelde mij ook een verhaal dat je zelf was vervolgd en was geslagen. Ja, ik had toestemming van Joost Valk om inderdaad te proberen om te deescaleren. Het is toch mijn demo en een stuk verantwoordelijkheid vind ik zelf. Daarin werd ik eerst bijna aangereden door een opgeschoten bivakmutsje in een auto die met 2 primadogies me aan zat te kijken van wegwezen. Waarop ik me gewoon aankeek van ja vriend, je kan wel wijzen, je kunt me proberen aan te rijden met de bus, maar ik ga echt niet aan de kant. Ik doe gewoon rustig wat ik aan het doen ben. Toen ben ik iets naar de zijkant gegaan, daar werd ik in één keer door een groep ME'ers vol dwars door de linie heen geduwd. En 2 keer, 1 keer op mijn bovenbeen en 1 keer op mijn enkel geslagen. Met heel snel denken zag ik, als je op de rechterkant van het station, naar het station toe loopt, heb je aan de rechterkant een steeg zitten waar een parkeerplaats zit. Daar hadden 2 hekken en aan het einde van dat zag ik een poortje met een deur en ik heb het op een rende gezet. Ik ben met een noodgang die hekken overgeklapt. En iemand achter me, die is zelfs heel hard gevallen. Maar goed, 2 ME'ers erachteraan. En die hebben ons niet kunnen pakken. En ik kwam eigenlijk de straat die uitkomt op het kruispunt na Koekamp. Kwam ik eruit. En daar mocht ik ook niet terug naar mijn eigen demo. Want eerst stond hij heel erg verbaasd te kijken. Maar van, zo, jij zat toch in die vuik? Ja, nou dan moet je eerder opstaan. Maar goed, ik wilde terug naar mijn demo en dat mocht ook niet. En nou, Joost gebeld en toen werd ik uiteindelijk met Joost is de politieofficier, ja? Ja. Ja, dat is zeg maar de overkoepelende officier die echt de orders uitgeeft op het moment dat er gewoon dingen moeten gaan gebeuren. Ja. En, eigenlijk is dus het wonderke van het verhaal dat jij als centrale organisator zelf door de politie of door de ME wordt vervolgd en vervolgens contact moet opnemen met de politieofficier die door Remke zelf gemachtigd is om, zal ik maar zeggen, weer terug te kunnen komen om orde op zaken te kunnen stellen. Dat begrijp ik dus eigenlijk. Ja, maar ik begrijp ook heel veel dingen van zelf persoonlijk niet van Haaglanden. Want het is bijna een sport voor hun geworden om mensen die dus een betoging houden op deze manier weg te slaan.
Want je merkt het gewoon hoe ze erin staan. Want het is gewoon een trucje wat ze doen. En dat trucje... Ja, het rare wat voor mij als buitenstaander in dit verhaal heel wonderlijk overkomt, er is dus eigenlijk, die politie heeft dus twee gezichten. Je zegt, die platte petten heb ik redelijk goed mee gewerkt. Ja. En met dat politieleger, dat trekt zich nergens iets van aan. Die ME'ers met die paarden en die schilden, dat is een heel ander verhaal. Ja, zeker. Maar dat is toch ook wel duidelijk. Wij hebben natuurlijk 5 mei een ervaring met politie Haaglanden. Die echt, bij beide trouwens. Ja. Die echt gewoon kant nog wal slaat. En op het moment dat jij... wij hebben het op beeld staan dat ik deze beste mensen op de man af heb gevraagd van... Kom op man, deescaleren. Mag ik gaan meten naar achteren? Dan kan ik ruimte creëren om het gesprek aan te gaan met de demonstrant om ze terug te krijgen. En daarin werd gewoon totaal niet geaccommodeerd. Sterker nog, het werd genegeerd. En een tweede keer zelfs. En op het moment dat je dan op die manier de kans laat liggen om een escalatie te voorkomen, dan denk ik toch dat je erop uitkomt. Heb jij, Martijn, het gevoel dat zij doelbewust de demonstratie eigenlijk onmogelijk maken of de grond in boren of ondermijnen? Die indruk is... Nou ja, dat stukje af met dat er op een gegeven moment nu een geweldsdreiging eigenlijk is op het moment dat jij gaat demonstreren in Den Haag en hun vinden dat het buiten de perk gaat of dat het niet kan. Ja. Of dat er iets is waar ze niet mee eens zijn. Ja, dat is allemaal leuk, lief en aardig. Maar we hebben hier nog altijd een vrij recht van demonstratierecht. Dus het is aanmelden. Melden dat je dat gaat doen op die en die en die plek, op die en die en die datum. En in principe hoort een burgemeester of een stad dat gewoon te accommoderen, faciliteren. En ja. Het is een beetje aan het omdraaien eigenlijk. Het feit dat je dus nu zowat door het stof heen moet om een demo te houden. En als je daar niet accommodeert aan de regelgeving van, ja, mag je hoogst weten, dan word je gewoon weggeslagen, punt. En dat is in andere steden niet zo. Als je Eindhoven heb ik het zelf ook meegemaakt gehad, anders hier in Utrecht ook. Maar er lijkt wel, en dat is ook wel bevestigd, dat er natuurlijk ook een zwaardere geweldsinstructie uitgegeven wordt aan het korps Haaglanden vanwege de politieke achtergrond van Den Haag, de kern van onze kracht. Je zegt eigenlijk, Haaglanden treedt harder en controversiëler op dan andere politiekorpsen. Wat is overigens de reden waarom jij koste wat het kostte in Den Haag zou willen blijven en niet op zoek gaat naar een plaats waar je beter, veiliger van politie en justitie kan demonstreren? Bijvoorbeeld hier in Amsterdam. Of in Utrecht. Nou, laten we één ding voorop stellen. Dat politie en justitie, daar ben ik niet van onder de indruk. Daar ga ik voor echt niet aan de kant. Op het moment dat ik een demo wil houden, dan heb ik een volksrecht en dat ga ik exigeren. En als daar bij hun in de weg moet staan, dan kan dat de volgende keer nog wel eens uitlopen op dat wij niet meer aan de kant gaan. Je vindt dat je dat moet doordruwen? Want het probleem is natuurlijk wel dat nu ook straks 37 man zijn gearresteerd. Dat mensen... He, de ruimte is dingen, er zit een enorme dreiging. Het is duidelijk dat ze eigenlijk niet willen, maar je vindt dat je door moet zetten omdat Den Haag nog helemaal de politieke hoofdstad van dit land is. Ja, wat voor nut heeft het om in Amsterdam te gaan staan om daar op een gegeven moment een statement te maken? Eigenlijk, maar goed, dat mag niet gezegd worden, want het Binnenhof is een afgesloten stuk voor demonstratie. Daar mag je gewoon niet komen. Ja. Dat is ook zoiets. Maar, nou ja, ik ben er wel voor om eens een keer gewoon met 5000 man het Binnenhof te bekijken. Van, joh, hé vriend, jij zit hier in het centrum van de macht en je dacht dat je veilig bent in je torentje. Maar zo veilig zit je daar niet voor, want ook daar kan gedemonstreerd worden. Alleen ja, daar zal dan op een gegeven moment wel iets tegenovergezet worden. En ja, ik vind dat al geen vrije democratie meer op het moment dat je niet volksvertegenwoordigers ter orde mag roepen. Dat hebben wij als burgers het recht toe. Wij kiezen deze mensen. En op het moment dat wij het er niet mee eens zijn hoe het op nu moment gaat, en dat zijn niet een paar mensen meer. Dat gaat over inmiddels al wel tienduizenden mensen die echt er niet mee eens zijn. Die zoiets hebben van, ik wil dit niet. Ik wil niet op deze manier 4 jaar nog op een of andere manier moeten gaan leven. Ja. Het is natuurlijk een enorme... Je kunt natuurlijk zeggen, dat zal het de andere kant zeggen, ja, maar er moet wel binnen veilige voorwaarden, maar jouw statement, en dat blijkt ook uit het verhaal, is natuurlijk wel heel erg duidelijk dat die
veilige voorwaarden ongeveer het excuus zijn geworden om eigenlijk de hele boel te ondermijnen. Hè? Dat is de kern van het verhaal. Ja. En nog even, we gaan langzamerhand naar die arrestatie van die 37. Het is even nog wat voor dat. Waren er nog belangrijke gebeurtenissen daarvoor? Of? Nou, er zijn twee arrestaties gepleegd op Koekamp, omdat men inderdaad provoceerde. En daar heb ik dan ook geen enkele moeite mee. Nee. Maar in dat de arrestatie onderweg was, is er toch ook wel weer behoorlijk grof opgetreden met paarden op mensen doorlopen, waar ik echt van dacht van ja, dat is gewoon ook niet nodig. Want wat er stond, waren geen diehard hooligans of knallers. Dat waren vrouwen, mannen, omstanders. Want ik had een demo van 30 man, dus hebben ze omstanders gewoon gearresteerd, sympathisanten. En dat is toch ook wel iets om achterover op je kop te krabben. Waarom zou je dat willen als burgemeester? Een groot deel van die mensen die gearresteerd wordt, waren eigenlijk helemaal niet de mensen die dan formeel in die 30 zaten. Dat waren eigenlijk nee, helemaal niet, want die had ik in mijn vak staan. Ja. Oké, hoe ging dat in zijn werk? In het begin hebben ze iedereen een beetje weggejaagd van Koekamp. Uiteindelijk zijn er een hoop mensen teruggekomen. Toen zijn ze gaan duwen naar het station. Eerst gewoon met ME. Uiteindelijk ook met twee koppels paarden, 14 paarden. Toen zijn ze gaan duwen. Uiteindelijk hebben ze voor het station de cordon opgegooid. En hebben ze die mensen naar achteren gedreven bij elkaar. En in twee ATM-bussen gepropt, waar dit keer wel rode lintjes in zaten en stoelen waren afgezet tussen aanhalingstekens. Ja. Daarin, dat ze... En mensen moesten ook een masker dragen, begreep ik. Dat heb ik ook gehoord, ja. Maar ik heb het niet echt gezien op de beelden. Wat ik wel gezien heb, is dat er nog drie arrestaties zijn gepleegd tijdens het vegen. Waarvan twee arrestaties iemand staat en dan de kont van een paard erin draaien. Dat hij gewoon echt 2 meter vliegt tegen een ME-busje aan. Ja, weet je, dat kan gewoon anders. En blijkbaar is Haaglanden van de harde hand. Maar ja, dat kunnen wij ook zijn. Oké, dan die mensen zijn daar geweest. En vervolgens, jullie hebben eerst de boel opgeruimd. Ja. Ja, ik ben zelf ook wel een beetje een natuurmens, dus ik vind niet dat je een puinhoop hoeft achter te laten als je een demo doet. Huh? Dus dat hebben we inderdaad allemaal netjes opgeruimd. Ze hebben ook niks in beslag genomen. Alles is gewoon netjes gegaan wat dat betreft. Yeah. Vervolgens zijn wij inderdaad met een 20-tal mensen naar hoofdbureau geweest. En hebben we ieder strijder die aangehouden was keurig netjes ontvangen erbuiten met patat, drinken en... hebben we nog even een feestje gebouwd voor het bureau met vrienden. Ja. Fuck jullie, wij gaan gewoon door. Ja, en dat was werd heel erg gewaardeerd. Want, en ze waren opgesloten 6 uur lang, begrijp ik. Dat begon om 2:30, zei je. Dus hoe lang kwamen ze eruit? Ja, een uurtje of 8 begon de eerste naar buiten te komen. En rond 9:15 was iedereen eigenlijk buiten. En... ja, we hebben het nog eigenlijk best gezellig gehad. Dan zijn we met z'n allen naar het station gelopen en hebben de dag zo afgesloten. Ja. Positief. Ja, maar goed, het is wel zo natuurlijk dat die mensen een forse boete krijgen en vervolgens strafrechtelijk worden vervolgd. Ja, het is, ze hebben de boete gekregen voor het niet accommoderen aan zeg maar de politievraag van verwijdering. Dus daardoor hebben ze €450 gekregen plus €9 registratiekosten. Ik vind €460 een hoop geld. Ja, en dat is ook natuurlijk een hoop geld. Daarbij, begrijp ik, krijgen ze een strafbeschikking, dus een strafaantekening. Volgens mij wel. Dat is voor mensen die dat niet hebben natuurlijk een enorme stap. Als je dat hebt, is dat iets minder probleem. Maar even jouw terugblik op deze demonstratie en natuurlijk ook het toekomstbeeld. Hè? Wat denk je als je deze demonstratie ziet? Als je dat nou samenvat en je kijkt ook... Maar dat is de volgende vraag. Eerst je terugblik.
Nou, mijn terugblik op 30 mei is dat het kat- en muisspel wat om 10 uur van start is gegaan, dat ik dat redelijk een eind heb kunnen rekken. En jammer van de 37 arrestaties, daar blijf ik bij, dat had niet nodig geweest. Daar had ook wat meer geduld opgebracht kunnen worden door Haaglanden nog en gewoon mensen de vrijheid gegeven. Ja, dat is een keuze geweest. Ik zelf kijk vrij positief terug op de demonstratie. De cijfers die ik van de Haaglanden heb gekregen en wat ik zelf geteld heb, is 870 man max op Koekamp gehad. Ja, om een uurtje of kwart voor twee. Daarnaast, volgens Haaglanden, heeft er 2100 tot 2200 man een uiting van protest gegeven. Nou, en dan hebben ze het dus over t-shirts, een vlag, zelfs een muts. Maar goed, mondkapjes met de tekst erop. Dat soort mensen. Dus we hebben 2200 man op de benen gekregen. Vergeleken met, dit is mijn derde demonstratie die ik organiseer. De eerste was, laten we maar bijna achterwege. Maar de tweede was 140 man. Dus ja, ik vind het, ik klaag niet. Er is sprake van groei. Maar de kern van het probleem is natuurlijk dat het harde, zeer repressieve politieoptreden natuurlijk heel veel mensen afschrikt. Heel veel mensen zeggen, ik ben het er wel mee eens, maar ik heb geen zin om €400 te betalen. Dat is eigenlijk... Ja, maar aan de andere kant kan ik je ook melden, Ab, dat er een groep is die daar iets minder moeite mee heeft. En daar ook wel gewoon zegt van, jullie willen strijd, dan kun je ook strijd krijgen. Dat is geen probleem. Ja. En nu even, want dat is natuurlijk toch ook een strategisch probleem nu. Die Haaglanden, die maakt het bijna onmogelijk. He, formeel staan ze het dan nog toe, maar ongeveer alles is erop gericht om die demonstratie de grond in te boren. Wat zie jij als toekomstbeeld? Nou, ik krijg wel eens van mensen te horen, en we hebben het er ook over gehad net, van waarom blijf je in Den Haag? Andere steden als Amsterdam of, ik weet het niet. Voor mij is het centrum van de macht toch Den Haag. Zul je daar je strijd moeten voeren, of in ieder geval je punt moeten maken, in mijn optiek. Ja. En daar wordt binnenkort op beraadslaagd hoe wij ons gaan beschermen tegen het geweld van Haaglanden en het inperken van onze burgerrechten. En hoe we dat zullen doen, dat... hypothetisch kan ik alleen zeggen dat het gezellig gaat worden de volgende keer. Maar het is wel zo dat je van plan bent om een volgende demonstratie te organiseren. Ja, die staat al gepland. Voor wanneer? Daar kan ik nog geen uitspraak over doen. Maar je wil het wel volgens de officiële regels op dezelfde manier als je het nu hebt gedaan. Misschien met wat aanpassingen. Ja, misschien met wat aanpassingen kun je wel zeker van zijn dat die aanpassingen er zijn. Alleen hoe we dat gaan inrichten en op welke manier. Of dat een statische demonstratie zal blijven. Of dat wij inderdaad een route gaan inplannen en een lopende demonstratie gaan worden. Daar wordt nu heel hard over nagedacht. Ja. Oké, hey Martijn Koops. Hartelijk dank voor dit gesprek. We ontmoeten elkaar vast in de toekomst nog. En heel veel succes. Ja, Alp, jij bedankt voor de mogelijkheid om hier te kunnen vertellen wat er eigenlijk nou werkelijk echt is gebeurd. Dus dat wordt erg gewaardeerd. Oké, dankjewel. Dag. Hey, salut.